Nou, wel scheef, hè? Maakt het uit? Bestaat scheef, ja. We staan scheef op het congres Toekomst van Solar. Ik praat hier met Peter de Smit, die ik heel lang geleden geïnterviewd heb in een vliegtuig op de weg naar InterSolar. En ik wil eens even met jou bijpraten hoe het zit. Hey, 2023, hoe is dat voor jou geweest dat jaar? Nou, dat zijn eigenlijk 2 jaren. Een hele goeie, de eerste 6 maanden. En daarna een hele complexe, wil ik het zo zeggen. Ja. En dan omhoog en omlaag. Ja, nou, ik heb net met David Jansen de hele InterSolar alle cijfers doorgenomen. Dus het was echt... Maar dat merkte je dus ook, het was allemaal schaarste en toen hoe krijgen we dat voor elkaar? Dat was het overschot. Ja, wat vond je leuker? Nou ja, de eerste. Dat was fantastisch. Maar ik denk ook een beetje, dat werkt ook verslavend, hè, succes. Dan denk je ook dat het tot eeuwig door zal gaan en nooit ophoudt. Ja. Ja, en toen kwam in één keer een hele fikse kater. Ja, dat is vaak zo naar een feest, toch? Dat je een kater hebt. Ik wel in ieder geval. Dus, ja. Maar je had dus 21, 22 en dankzij Poetin heb je nog een bedankbriefje geschreven. Nou, zo ongeveer wel. Ik voelde me echt een beetje oorlogsprofiteur op een gegeven moment. Ja, dat klinkt misschien gek, maar het heeft zo'n immense impuls. En ik dacht ook, van dit gaan de mensen nooit vergeten, dat het dus alles wat ze denken dat zo normaal is, die 20 cent per kilowattuur, dat het ook zomaar in één keer 80 zou kunnen worden. Ja. En nu zijn we wat, 2 jaar verder, 1,5 jaar verder. Ja. En iedereen denkt, nou, 30, 35, 40 cent, dat is toch een prima prijs. Nog steeds 2 keer zoveel dan daarvoor. En in één keer denkt ook iedereen van, ja, nee, dat gaat nooit meer gebeuren. Dus eigenlijk... Ik zag Green Choice had nu 8 cent basisprijs om te leveren. Ja, nou, 8 cent, dat is weer het normale niveau. Ja. Maar dan zo had ik gedacht, nee, mensen gaan wel voorzichtig zijn, zonnepanelen kopen, want ze weten, het kan zomaar weer omhoog schieten. Ja. Nou ja, niet dus... Ja. In de eerste 6 maanden kon je gewoon geen offertes de deur uitsturen. En de tweede 6 maanden zat je, wat de hel gaan we doen? Oké, nou het is echt heerlijk die branche. Ja, wat een branche. Ja, wat een branche. Sinds ik jou ontmoet heb, toen hadden we 2% van de zonne-energie, van de elektriciteit was zonne-energie. Nu 18%. Ja. Het hele netwerk piept en kraakt. Ik wil wel even die 18% even nuanceren, want dat doen we natuurlijk alleen maar overdag. Ja. Dus die 18 is eigenlijk 6 tussen 10 en 6. Ja, we zeggen 12 van de 24 uur. Dus eigenlijk is het geen 18, dat is eigenlijk 36%. Ja. Zo moet je er naar kijken, in die dag. En dat doen we eigenlijk ook alleen maar in, laten we zeggen, meestal in 6 maanden van het jaar. Dus die 18 is geen 36, is 72% in de zomer, in de dag, is tegenwoordig al zonne-elektriciteit. Ja. Nou, het grappige is, gemiddeld gebruikt Nederland ongeveer 12 gigawatt. En we hebben nu, hoeveel hebben we nu staan? 12 gigawatt. 24. Oh, nou, 24 gigawatt. Dus op een goede dag kunnen wij compleet leven op... Dan gewoon het dubbele in het net van wat het net nodig heeft. En dan vinden we het gek dat het net instabiel wordt. Ja. Peter, ik vroeg me altijd af, die zonnewereld, die dacht nooit na over, dat groeit van 4% prima, 8%. Maar op een gegeven moment gaat het netwerk beïnvloeden. Het gaat de prijzen beïnvloeden. S'middags zijn de prijzen 50% lager. Maar wanneer dacht jij nou na... Van wij moeten als zonnewereld iets doen over de rest van de industrie en de rest van het netwerk. En meer nadenken over hoe kunnen wij erin passen. Ik denk dat ik voor het eerst keer met die duckcurve en met die dip in de elektriciteitsmarkt op het middaguur. Dat ik daar voor het eerst 6, 7 jaar geleden mee geconfronteerd werd. En toen had ik al zoiets van ja, maar wacht even. Als dit gebeurt met die luizige 4%, die dus eigenlijk 8, eigenlijk 16 is. Ja. Hoe hard gaat het dan als we zo oplopen? Dus alleen dat is echt wel iets wat ik en een aantal andere mensen al jaren roepen te zeggen. Maar hey, pas op. Maar waar komt dan die lobby aan dat die tegen is van het compenseren, het share, hoe heet het ook weer, dat we de energie terug kunnen leveren? Het salderen bleef maar doorgaan. Dat was een enorme krachtige lobby. En nog steeds om dat gewoon door te laten gaan. Het is natuurlijk wel, als je het systeem niet wilt begrijpen, omdat het in je voordeel is om het niet te begrijpen. Sorry dat ik er zo hard over oordeel. Ja, dan is het natuurlijk wel een hele prettige regeling. Solderen heeft ook heel veel leuks gebracht. Hè? Wij zijn inderdaad wereldkampioen zonnepanelen. Ja, zeker. 3,2 zonnepanelen per persoon wereldwijd de grootste. Qua hoofd van de bevolking de grootste. Groter dan China, groter dan alles. Ja. Maar hoofd van de bevolking de grootste. Dat is ook dankzij solderen. Maar de grootste zijn zorgt dus ook voor dat je als eerste tegen de problemen aanloopt. En ik weet ook dat een aantal... Maar wie zijn de lobbyisten voor salderen? Nou, Vereniging Eigen Huis Consumentenbond. En die willen dat het daar... Ja, die hebben iedereen beloofd, salderen duurt voor eeuwig. Dus ja, die zullen toch wel moeten... Is dat niet Holland Solar en alle grote distributeurs? Zeker niet.
de woningcorporaties, want die hebben dat nodig voor hun businessmodel. Anders vinden ze het moeilijk om aan te passen, maar die zijn ook pas 10 jaar begonnen nadat de rest begonnen. Dus die lopen altijd een beetje erachteraan. Ja, want de koophuizen is 50% nu en de sociale woningbouw 20%. Ja, als je het anders... De koophuizen, daar ben ik in 2008 mee begonnen. En in 2018 begonnen woningcorporaties een beetje op stoom te komen. Ja. Laten we zeggen, in 2028 zullen zij zich ook wel aangepast hebben aan het nieuwe salderen, in welke vorm dat dan ook bestaat. Holland Solar en andere groepen roepen al jaren van, ja jongens, dit gaat mis, hier moeten we genuanceerder over nadenken. En het is natuurlijk, niemand wil het van de een op de andere moment afbouwen. Iedereen wil de markt en de mensen de tijd geven om zich aan te passen. Als we in 2020 waren begonnen, dan was het ook met 10% per jaar afgebouwd, hadden we prima aan kunnen passen. Ja. Zeker in deze tijd. Maar het einde van de salderingsregeling, dus nul, dat staat al in de wet. Dat is 31 december 2030. Dus hoe langer we wachten, hoe steiler die curve wordt, hoe moeilijker die aanpassing wordt. Ja. We hebben vanuit Holland Solar altijd gestreefd naar, bouw het langzaam af, dat is een zachte landing. En hoe meer we lullen nou, hoe harder die landing wordt. En dat vind ik een eeuwig gemiste kans. Hey, jij bent dus aan het praten over dat balanceren. Je bent ook bezig met batterijen, wat doe je daar nu in? Zonnepanelen genereren stroom. Op het moment dat ik niet thuis ben, dan zijn we gaan nadenken, wat gaan we daar nou allemaal mee kunnen doen? Nou, dan kun je die stroom opvangen en inderdaad s'avonds gebruiken. Ja. Ja, dan doe ik er in de winter niks mee, want dan vang ik niet zoveel zon op, kan ik het s'avonds ook niet gebruiken. En als ik 3 weken op vakantie ben, dan vang ik het de eerste dag op, batterijtje vol. Ik gebruik hem s'avonds niet, want ik ben op vakantie. En heb 3 weken een volle batterij waar ik niks mee gedaan. Dus dat is niet zo'n handig model. Dus toen zijn we gaan doorzoeken, maar wat is er nog meer? Nou, toen kwamen zo stilletjes aan die dynamische tarieven in zwang. Dan zeg ik, hey, wacht even. Ik kan in de winter, als de stroomprijs echt heel laag is, kan ik ook de stroom uit de markt halen. Ja. Het grap is, het is nog windstroom ook. Ja. Want daardoor wordt de stroom zo goedkoop. En als de stroomprijs hoog is en ik heb groene stroom, kan ik die in de grijze stroommarkt duwen. Hey, fantastisch. Kun je ook wat mee? Kun je 350... Een mini-energie-storingcentrale. Een mini-energie-handelscentrale. Wat met de prijs nu van de prijs nu van de... Als je die wil compenseren, wat heb je daarvoor nodig? Wat moet de prijs van een batterij zijn? En hoeveel geld kun je tegenwoordig verdienen met dat dynamische tarieven manipuleren? Het is een beetje net als de prijs van een auto. Je kunt een hele grote en een hele kleine nemen. En een bandbreedte tussen de 5.000 en de 15.000 euro. Ja. Maar de prijzen per kilowattuur vind ik nog heel erg duur in deze markt. Ja, maar waar het uiteindelijk om gaat is dan toch weer hoe snel heb je hem wel terugverdiend. Alhoewel terugverdienen toch een beetje een vies woord begint te worden. Maar oké, hoe heb je snel hem terugverdiend? En dat is ook omdat je de btw af kunt trekken. Omdat je deelneemt aan het economisch verkeer. Ja, kun je met handelen en straks ook met onbalans, wat heel dichtbij is. Kun je die batterij binnen 5 jaar terugverdienen. Ja, echt. Wow. En daar maak je software voor. Daar maken we software voor. En wij hebben de kant gekozen dat we de software en de aansturing maken. Die maken we compatible met meerdere merken batterijen. En die maken we eigenlijk ook onafhankelijk van welke dynamische energieleverancier kies ik dan. Heel goed. Want ja, dat wil ik natuurlijk als consument allemaal zelf kunnen kiezen. Ja. En wanneer ben je ermee begonnen met dat bedrijf? En hoe heet dat? Klik of zo? Ja, Blik. Oh, sorry. Blik. B-L-I-Q. Met een Q. Dankjewel. .nl? .com? .energy. En we zijn ermee begonnen. Ik denk dat ik er 4 jaar geleden mee begonnen ben. En dat was natuurlijk beginnen in een markt die niet bestaat. Waarbij je dus het einddoel niet kent. Nou, I love it. Ja. Dat was best een... Zoeker. Dat was een beetje een rollercoaster op zichzelf al. Ja. Dus. Nee, dus toen je die dynamische tarieven kreeg, toen dacht je, het licht is daar. Ja. Dynamische tarieven, toen dat een beetje opkwam. Hè, we natuurlijk eerst Energie Zero, een paar kleinere spelers. Toen kwam ANBB. En toen was het van, hé, waarom doen we daar niet wat mee? Nou, en zo is het in de stroombestelling gekomen. Hoe is je businessmodel? Het businessmodel is, in feite, we hebben dat kastje, wat je aan moet sluiten op je batterij. Je kunt hem in een totaalpakket kopen, dus batterij, kastje, alles erop en eraan. Maar als je zegt, ik heb al een batterij, koop je alleen het kastje. Die moet je dan kopen natuurlijk. En je hebt een abonnement voor de service die wij leveren, namelijk het aansluiten om. Want dat moeten we wel apart in een abonnement nemen, want ja, wij verkopen jou geen energie. Nee. Hè, dus... Andere. Wat is het abonnement per maand? 7 eurotjes voor een... Oh, nou, oké, okay, ja. Hey, en wat kan ik... Als je een grote batterij hebt, kost het meer. Maar goed, ja, okay, voor de consument. Maar goed, oké. Okay, ja. Dus ja. Als ik een, maar voor een 10 kWh batterij, dat is genoeg 7, voor een huis. 7 euro. En hoeveel kan ik met een 10 kWh, zeg maar, in die onbalans ongeveer verdienen in een jaar tijd? Dus, 10 kWh per dag verhandelen. Soms 2 keer per dag. Ja. 1200 euro.
En als het een slechte dag, een slecht jaar is, wat ook... Hartstikke mooi. Nee, oké, okay, dat is hartstikke mooi. Dat is natuurlijk wel het andere van dit handelen op de markt. Ja. Het is niet zoals salderen en SDE, dat je een gegarandeerde vorm van inkomsten hebt. Nee, het is inderdaad handelen op de markt. Nee, maar goed. Dus het kan meer worden, het kan het minder worden. Ja. Peter, enerzijds ben je dus... hoeveel van die 5 gigawatt heb jij gedaan vorig jaar ongeveer? Jij 250 of zo, 200? Een tiende hebben gedaan. 500? Ja, zoiets. Wauw, oké. Okay. Dus echt, nou... Ja. Dus we doen leuk mee. Dat zijn heel veel... Heel veel dozen. Ja, dat zijn heel veel dozen. Ja, dat zijn heel veel dozen. Ja. En wat vind je nou leuk? Vind je die nieuwe dingen het leukste? Of ben jij ook nog steeds gewoon helemaal geïnteresseerd om al met alle grote longies van deze wereld lekker te praten en een beetje alles te doen? Wat ik het leukste vind is werken aan die bedrijven, die proposities en hoe kunnen we dit slimmer, beter. Kijk, het paneel zelf, daar word ik niet zo heel warm van. Een batterij ook niet, maar meer hoe kan ik nou zo'n propositie maken? Hoe kunnen we dit nou op een manier uitleggen dat mensen het wel snappen? En datzelfde eigenlijk ook dus buiten de organisatie, in de commerciële proposities, maar ook binnen de organisatie. Hoe kan ik het nou mijn organisatie zo inrichten dat iedereen precies weet wat hij moet doen? Dat vind ik het... Om machientjes te ontwerpen en zo, of het nou een organisatie is, oké. En dan kan ik vooral het commerciële en andere mensen moeten het voor mij organiseren. Okay. Heel goed. Hey, dan even over de politiek. Hè. Je hebt in het bestuur gezeten van Holland Solar, ja. Je hebt eerder aan de... bel getrokken van dit moet anders. Ja. Je hebt ongetwijfeld gepraat met allerlei sympathieke politici en ambtenaren en DG's en SG's en weet ik veel wat. Wat is jouw ervaring met bestuurlijk Nederland? Breek me de bek niet los. Nou, ik ben altijd wel heel erg onder de indruk geweest van heel veel van de ambtenaren, DG's en weet ik het hoe het allemaal heet. Omdat het vaak hele integere, goed opgeleide mensen zijn die de boel echt goed afwegen. En dan gaat het naar de politiek. En dan gaat het kapot. Ja. Ja, ik ben er heel hard in. Ik vind en politiek dan op parlementariërs of meer ministers en staatssecretaris? Politiek. Er zit wel een groot verschil in. Mensen kijken misschien ook en die weten, ja, toen heb ik met hem gesproken, dus ik veralgemeniseer maar even. En wat gaat er dan stuk? Goede plannen, die worden overhoop gegooid, gewoon puur om electoraal gewin. En dat electoraal gewin is morgen. Niet verder denken dan je volgende toiletgang, zeg ik altijd maar. Dat is jouw grootste probleem. Is het niet, ze kunnen ook gewoon zeggen dat ze weinig weten. Hè? Elke keer is een politicus die komt en die weet niks. Weet die moet helemaal weer beginnen. Weet je wat ik nou zo pijnlijk vind? Nee. Ik ken dit dossier van haven tot gort. Ja. En ik zie elke keer hoe het voor lulligheden overhoop gehaald wordt. Ja. En dan denk ik, maar dat gebeurt dus met al die andere dossiers ook. Ja. En dat vind ik echt wel heel bevreesend. Ik vind politiek... Maar Nederland... is het de kennis of is het, electoraal kan ik hier meer of minder meer mee winnen? Want heel veel van die politiek en die beleid kan de consument helemaal niet schelen. Het is electoraal. Ja? Ja, puur electoraal. We hebben vaak wel kennis, maar ja, dat komt ons niet uit. Dan doen we wel wat anders. Weet je, dan zeggen we toch keihard gewoon dat het andersom is. Ik ben wel daar redelijk in teleurgesteld. Ik weet niet waar dit wordt uitgezonden, maar... Ja, YouTube, LinkedIn, Twitter en dat soort dingen. Hij zei het, iets anders toen we in het vorige gesprek. Maar hij is een hele nette man. En, ik ga ervan uit dat die mensen het allemaal heel goed bedoelen. Nee, en iedereen begrijpt het ook. Iedereen begrijpt het ook. En mensen in de politiek zelf vinden dat ook irritant. Ja. Hè? Dus, wat dat betreft heb je nu een hele nieuwe ronde. Heb je nieuwe partijen, nieuwe ronde? Wat denk je nu? Mensen in de politiek vinden dat zelf ook... Ja. Als ik ergens mee zit of iets niet leuk vind, of ergens een kans zie of denk ik moet het anders, dan doe ik dat. En zo ben ik ook bij mijn bedrijf begonnen, zo ben ik met Blik begonnen en dat zouden politici ook moeten doen. Niet klagen dat het werkt, maar aan de slag. Maar we hebben nu allerlei nieuwe partijen, we hebben partijen die als eerste zijn, allemaal nieuwe ronden, nieuwe kansen. Wat verwacht je van het nieuwe kabinet wat nu gesmeed wordt? Ja, ik ga me in deze... niet veel. Nee, ja, niet heel veel. Ik denk dat het voor de duurzame sector niet het beste weiland is om voor de schapen om in te grazen, zeg maar. Ik vrees dat er heel kortzichtig wordt gedacht. Nog erger dan bij de vorige. We gaan het zien. Ja. Maar aan de andere kant ben ik dan ook wel zo iemand dat ik denk, weet je, maar we moeten het zelf regelen.
Dus ik ga me niet... Ik ken je als optimist. Wat verwacht jij voor de komende jaren? Wat zie jij gebeuren? En wat de politiek ook doet, ik ga me niet door hen of door wie dan ook van de wijs af laten brengen. We gaan gewoon door met heel veel zonnepanelen, batterijen, energiemanagement systemen, weet ik wat, in de markt te douwen. Ja. Met tegenwind of zonder tegenwind, rugwind maakt niet uit. Ja. Deze trein valt niet meer te stoppen. In 2017 zaten we in het vliegtuig. 4% van de energie was zonne-energie. Nu 18%. Laten we niet zo lang wachten voordat we weer een gesprek hebben, want dat zijn een beetje te grote stappen. Ja, dankjewel, absoluut. Peter. Graag gedaan.